Welkom terug bij het laatste deel van de tutorial waarin we een dierenpuzzelbal in de vorm van een hondje haken. In dit laatste deel gaan we het derde puzzelstuk in elkaar zetten. Daarvoor hebben we nodig vulling, de vier laatste puntjes die we gemaakt hebben, twee losse dekseltjes, het staartje, twee oortjes en het hoofdje, een klein hulpdraadje, de stopnaald, natuurlijk de haaknaald, de schaar en optioneel een rammeltje. Het is nu de belangrijke uitdaging voor mij om ervoor te zorgen dat ik hem er ook in stop voordat ik hem dicht maak. Dus laten we snel beginnen. We zijn in het vorige filmpje geëindigd met dit stuk van het hoofdje. Ik heb nog even zitten rekenen. En we gaan nog twee vaste haken. Dus we haken nog twee vaste verder. We moeten natuurlijk wel zorgen dat het hoofdje recht op de bal komt. En dan, nou, ik heb hier nog een hulpdraadje. Dat is een beetje lang, die haal ik eruit. Dan steken we een kort hulpdraadje eventjes na de laatste steek van de eerste twee vaste die we hebben gehaakt. En dan gaan we langs de bovenkant van het hoofdje 15 vaste haken. Dus we haken nog even door langs het hoofdje. Dan gaan we dus 15 vaste haken, een beetje dichterbij. 1, na het haken van de 15 vaste pakken we het eerste losse dekseltje en die haken we eraan vast en vervolgens haken we nog 14 vaste langs de zijkant, net zoals dat we bij de puzzeldelen met de poot hebben gedaan. 1 vaste onder de laatste steek door. Ik neem het draadje mee en haak vervolgens nog 14 vaste langs de rand. En de laatste steek. Vervolgens pakken we het staartdeel. Dat houden we naar ons toe. En dan haken we ook. We steken gewoon ergens in een steek in. En dan haken we ook 15 vaste langs de rand.
Nadat je 15 vaste langs het staartdeel hebt gehaakt, pak je het tweede losse dekseltje. En dat haak je er ook weer aan vast. Met 15 vaste. En de laatste. Nu hebben we 15 vaste langs alle vier de delen gemaakt. Nou, gaan we de bol aan elkaar maken. Zorg ervoor dat je geen twist hebt. Dus dat alle vaste die je net gehaakt hebt, dat je die ziet. Knippen we ons draadje af op een centimeter of 10 of zo. Trekken de lus door. Nemen de stopnaald. En dit is waarom we dat hulpdraadje hebben genomen. Dan gaan we in de steeknaald hulpdraadje onder het veetje door met de stopnaald. Trekken het werkje aan. Niet te strak. Nu kunnen we het hulpdraadje weghalen, maar nu zit het toch alleen maar in de weg. Zo. En dan gaan we onder de laatste steek die we op ons dekseltje hebben gemaakt, onder de achterste draad door. De achterste lus van het veetje. En dan trekken we ons lusje aan. Niet te strak weer. En vervolgens gaan we dit draadje, wat in de naald zit, afhechten aan de achterkant. Door het onder een paar lusjes door te steken van de steken. Dat is allemaal dubbele tekst, hè? Lusjes, lusjes. Rustig aantrekken, niet te strak. Want anders dan verdwijnt ons veetje hier. En dan steek je de naald nog een keer onder het laatste lusje wat je hebt gemaakt door. De draad die in de naald zit, daarmee sla je een lusje om de naald, de stopnaald heen. Dat trek je aan en vervolgens trek je de stopnaald door dat lusje heen. Dan heb je een creëer een knoopje, dat trek je aan en dan gaat die draad nergens meer naartoe. Dan denk je van dit zit nog helemaal niet goed vast, dat komt in de volgende toer goed. We pakken weer onze werkdraad. Maken een lusje. We keren ons werkje om. We gaan nu vast haken langs alle drie deze kanten. Beginnen we bij het hoofdje. Dit is de steek waarin we hebben gehaakt. Dus in deze steek steken we de naald. Eerste naald in de lus, excuus. Dan steken we in de eerste steek waarin we gaan haken in. En haken dan één vaste. En vervolgens haken we vaste, als het goed is, langs de komende 14 steken. Misschien heb je de 15.
haak gewoon langs alle steken die je tegenkomt. Liever een steekje meer dan een steekje minder. Nou, dan gaan we verder met 15 vaste haken langs het volgende dekseltje. Zie je, nou sluit het dekseltje mooi aan het hoofdje. En dan vervolgens gaan we weer 15 steken langs het staartje haken. Let goed op dat je je werkje niet hebt getwist. Hier heb ik nog ingehaakt. Dus deze is nog gehaakt, dus neem de volgende steek. Dan gaan we weer 15 vaste langs het staartdeeltje haken. En dan gaan we weer 15 vaste langs het dekseltje haken. En dan zijn we bijna klaar met het aan elkaar zetten van deze vier onderdelen. Dan knip je de draad weer af, als je alle steken hebt gedaan. Trek de lus door. Neem weer de stopnaald. En die steek je dan niet onder de eerste steek die je hebt aangehecht door, maar onder de tweede steek door. Onder het hele veetje door. Je trekt hem weer aan. En dan de laatste vaste die je hebt gehaakt aan het dekseltje. Steek je hem weer onder de achterste lus door. Krijg je weer zo'n mooi veetje. En dan ga je dat draadje weer afhechten. Net zoals we dat net hebben gedaan. Onder een paar lusjes door. Aan de binnenkant van je werkje. Rustig aantrekken. Nog een keer onder het laatste lusje door. Met het draadje. Een lusje om je naald slaan, aantrekken en dan de naald door dat lusje halen en dan trek je dat knoopje aan en dan is dat klaar. Nou, dan gaan we nu de puntjes erin haken. We gaan eerst de vier puntjes aan één kant vastmaken.
Ze maken weer, even kijken, waar is de draad? Daar is die. Mijn bolletje is een beetje uit elkaar gevallen ondertussen. Zo. Steken de naald nog niet in de lus. We gaan eerst beginnen bij het hoofdje. De eerste steek. Steken we weer in de achterste lus van het veetje. En dan in een puntje in de lus. In willekeurig, maakt niet uit welke lus. Maar in de lus die het dichtst bij je zit. Dus ook onder het halve veetje door. Vervolgens steken we de naald in de lus op de, in de lus van de draad. Trekken die een beetje aan. En die halen we door de lus op de naald. En vervolgens gaan we weer een heel rondje. Ja, 15 vaste, 15 steken van dit puntje aan het hoofdje zetten. Op dezelfde manier. Door alleen in de buitenste lussen van de steken in te steken. En daar de draad weer door te halen. Zorg ervoor dat je de draad onder je werkje houdt. Want dan gaat het goed. Dit gaan we één ronde doen, dus dat zijn ongeveer 60 steken. We maken de puntjes dus nog pas nog maar half vast. Dus we hebben nog niets met vulling van doen. Dat komt in de laatste toer. Zo. Puntje aan het hoofdje vast. Gaan we gelijk door naar de volgende. Het dekseltje. Pakken het volgende puntje. En zo haken we rustig het tweede puntje vast. Dat doen we ook weer ongeveer 15 steken. Soms klopt het aantal niet helemaal, maar dan kan je best een beetje smokkelen door bijvoorbeeld 2 steken in 1 steek vast te maken. Niemand die dat later ziet. Het lijkt altijd een pittige klus, maar eigenlijk zijn het maar 60 steken per toer, dus dan valt het eigenlijk best wel mee. En het leuke vind ik dat na de volgende toer dan is het gewoon klaar.
Dan kan je de bal in elkaar puzzelen. Nu een puntje aan de staart zetten. Ik denk dat je het principe nu al door hebt. Dus neem je tijd om dit even secuur te doen. Voor het mooiste eindresultaat. Ik ga nu het laatste puntje bevestigen. Zo, ik ben rond. Als je nog niet zo ver bent, zet even op pauze. Dan kom je zo terug als je ook zo ver bent. Knip het draadje af. Trek de lus door. Pak de stopnaald. Steek het draadje in de naald. En dan kan je hem in principe gewoon door de volgende steek, de eerste steek die je gemaakt hebt, heen steken.
naar de achterkant. Waar je hem dan af gaat hechten. Weer onder een paar lusjes door. Aantrekken. Dan onder het laatste lusje weer door waar je hem door hebt gestoken. Sla je een lusje om de naald. En trek de naald door dat knoopje. Trek het knoopje aan. En dat draadje gaat ook nergens meer heen. Nou, nu hebben we één kant van de dekseltjes vastgemaakt. Gaan we snel door met de volgende kant. We hebben nog allemaal draadjes. Stop die naar binnen. Die fungeren prima als vulling. Nou, gaan we weer beginnen. Ik zoek weer een einddraad. Ja, gevonden. Kijk, het is even zoeken. Ik heb hem. Ik maak weer een lus. Nou, leg ik vast mijn rammeltje erbij. Dat is optioneel, maar ik wil hem er graag in doen. Dus ik pak hem er even bij. Vulling. Ik begin weer aan de onderkant van het hoofdje. Ik steek de naald in de ene lus. En in de lus van het puntje in. Dan de draad, de lus op de naald. Een beetje aantrekken. En die door de lusjes op de naald. Het begin is er. Nou, dan ga ik de onderkant van het hoofdje aan het puntje zetten. Een steek of 10 of zo. Niet helemaal dicht, want dan kan ik hem niet meer vullen. Ja, dit zijn de laatste 60 steken. Dan moeten we alleen nog de oortjes eraan zetten. En dan is het klaar. Dan wordt het puzzelen maar. Zo, niet een te klein gaatje, want mijn rammeltje moet er ook nog in. Dan ga ik dit deeltje vullen. Ik begin met vullen van het neusje, zeg maar. Hallo. Dan doe ik het rammeltje erin. Dan ga ik verder vullen. Ik probeer te zorgen dat het rammeltje niet tegen de gehaakte kanten aankomt. En dan ga ik de resterende open ruimte aan beide kanten vullen. Altijd weer verbazingwekkend hoeveel vulling er stiekem in gaat. Je hoeft het niet heel stijf op te vullen. Zo. Nou, en dan gaan we dit
deeltje dicht haken. Probeer niet al te veel vulling mee te pakken. De laatste steek is altijd een beetje lastig, maar met wat geduld komen we er altijd uit. En door naar het volgende deel. Ook weer een steekje of 10. Ja, het rammeltje zit erin. Deze ruimte vullen. Ik gebruik voor de vulling de goedkoopste hoofdkussens van IKEA. Ik vind dat erg fijne vulling. Die kussens kosten op dit moment €1,99. En er zit heel veel hele mooie luchtige vulling in. Maar je kan natuurlijk ook iedere soort vulling gebruiken die jij wil. Je kan vulling kopen in zakken. Maar je kan ook binnenkussentjes kopen, zoals bijvoorbeeld bij de Zeeman of de Action. Nou vind ik van de Action zit vaak een hoop troep in de vulling. Dus vind ik niet zo fijn. Ja, nu heb ik af en toe een reden om naar IKEA te gaan. Ook niet vervelend. Zo. En ik ga het tweede puntje verder dichthaken.
En gelijk door naar het volgende deel, het staartdeel. Ook weer het puntje aan het staartje haken. Het zijn nu nog maar 30 steken, hè? Het eind is echt in zicht. En zoals altijd, als het eind bijna in zicht is, dan gaat het bij mij altijd wat lastiger. Op de een of andere manier. Het is vandaag 14 augustus 2018. Het is op dit moment een beetje bewolkt. En het wordt hier vandaag ongeveer 24 graden, hebben ze gezegd. Maar ik zie de zon af en toe doorbreken. En dan stijgt de temperatuur ineens een heel stuk. Ik vind het een bijzondere zomer, deze zomer. De zomer met twee hittegolven, enorme droogte. Ik ben benieuwd hoe lang deze zomer aanhoudt. Nou, ik ga het volgende puntje vullen en ook nog een beetje in het staartdeel. Ja, dat het gewoon één geheel wordt, zo gaan we het vullen. Eén laatste puntje om te vullen. En dat puntje ga ik nu ook dicht haken. Op naar het laatste puntje. En door naar het volgende puntje. Ongeveer de laatste 15 steken. Ik word er helemaal blij van. Ik ben namelijk heel benieuwd hoe het eindresultaat wordt. Het introductiefilmpje is altijd het laatste filmpje wat ik film. Dus we staan nu op het punt om deze puzzelbal geboren te zien worden. Het is voor mij ook een verrassing. Ik ontwerp wel, maar ik haak eigenlijk het prototype live voor jullie voor. Dus ik laat mij ook altijd een beetje verrassen. Maar het komt altijd goed. Ik ga het laatste puntje vullen. Alle laatste draadjes naar binnen. En vullen maar.
de laatste paar steekjes dichtmaken. Zo, dan knippen we de draad weer af, trekken de lus door, nemen onze stopnaald en steken daar het draadje in. Kijk nou toch. Dan vervolgens, ja... Ergens vlakbij waar je bent geëindigd, gaan we de boel weer vastmaken. Knoopje om de lus. Naald doortrekken. Zo. En dan steek ik vlakbij waar ik ben geëindigd, of waar het knoopje zit, de naald in. Prik die door mijn werkje. Ergens anders naartoe. Zo grijpt de draad zich vast in je werkje. Dan kan hij niet meer ontsnappen. Zo, even knijpen. Draadje afgewerkt. Dan gaan we gelijk door met het monteren van de oortjes. Een oortje. Hij heeft een bredere bovenkant dan onderkant. Nou, dat is heel simpel. De plek waar je draadje aan zit. Ik heb niet een heel lang draadje gelaten. Dat is niet zo slim. Nou, eens even kijken hoe we dat gaan doen. Even iets kleiner beeldje. Gaan we ze zo zetten. Gaan we ze zo zetten. Vindt naar beneden. Je gaat nu het oortje monteren. Hier is de naad waar we de boel hebben dichtgemaakt. Zorg dat je niet op die naad naait. Dus zorg dat je tussen het oogje en de naad je oortje gaat vastzetten. En dan kan je het vastzetten op de manier zoals jij dat wenst. En je kan het ook vastzetten. Dat kan je ook gewoon doen op jouw manier. Daar heb ik geen regels voor of zo. Gewoon zoals jij dat prettig vindt. Ik naai ze gewoon simpel vast. Maar een beetje op dezelfde hoogte komen. Ben ik al lang blij. Ik laat het draadje even bungelen. En ga snel het volgende oogje doen. Want ik zit natuurlijk weer een beetje in tijdnood. Oh, hier moet ik nog een draadje wegsteken. Omdat YouTube nooit filmpjes wil van mij die langer dan een uur duren. Tuurlijk, bijna klaar, hè?
draadje wegsteken, het begindraadje. Ik denk dat ik het al omhaakt heb, maar voor de zekerheid steek het even weg. En knip het af. Zo. Tweede oortje ga ik ongeveer op dezelfde plek doen als het andere oortje. Ik laat het draadje uitsteken, want dan kan ik het weer uithalen als het me niet bevalt. Dat uithalen, dat gebeurt me nogal eens. Nou. Het is een beetje maar dat jullie mijn eindresultaat kunnen zien. In het introductiefilmpje ziet het er waarschijnlijk iets anders uit, omdat ik het dan nog een paar keer over heb gedaan. In elkaar zetten is niet mijn favoriete deel van haken. Even kijken hoe het er nu voor het oog uitziet. Draadje naar achteren. Als je de oortjes omhoog zet, dan lijkt het een beetje op een muis. Kan ook. Het grijs haken. Nou, ik laat de draadjes even voor wat het is. En ik ga de bal in elkaar zetten. Dit deel, deze twee delen heb ik al gemaakt natuurlijk. De eerste keer gaat altijd een beetje lastig, want dan moet de vulling zich nog een beetje op zijn plek werken. Nou. Nou, hij is toch hartstikke grappig zo. Ik zeg, project geslaagd. Als je de oortjes omhoog naait, is de muis. Ik zal dat in het introductiefilmpje ook even vermelden. Als je mijn tutorial leuk vindt, geef even een duimpje omhoog hieronder. En wil je geen toekomstige tutorials missen, abonneer je op mijn kanaal door middel van de rode abonneren knop onder dit filmpje. Heel veel haakplezier in de toekomst en we zien je graag weer terug.